sporters die winnen, die schijnen ook, nou niet altijd natuurlijk, maar die schijnen tegen zichzelf te zeggen, je kan het. Die geven zichzelf een soort pep talk vooraf. En dan stellen ze het zich voor. Dat is dus heel, heel interessant, dat dus eigenlijk dat visualiseren en intenties op die manier vorm krijgen bij die sporters, dat ze dat ook echt gebruiken om zichzelf te richten en te focussen. Dus dat heb ik ook gedaan vandaag. Hey, hallo, goeienacht. Het is nacht. Het is heel warm nog steeds. Ik weet niet precies hoe laat, maar time to sleep. Moenie is lekker buiten op het dakterras. Die dacht even afkoelen. En ja, gelijk heeft ze. Dus ik laat haar lekker buiten. Meestal doe ik de deur dicht. Maar vandaag maak ik een uitzondering. Het aapje heeft al zwaar genoeg. Met mij. Met alle dozen. Met alles wat er te wachten staat. De grootste uitdaging in het leven is hoe je omgaat met je uitdagingen. Die las ik ergens vandaag en toen dacht ik, dat is weer toepasselijk. Ja, uitdagingen zijn ten behoeve van je groei, in principe, zou je zeggen. En op een of andere manier is er een omslagje in mij gevaren. Dat was ook wel even nodig. Ik had wat optimisme, extra portie optimisme nodig. Maar het leuke is, dat wordt je dan ook aangereikt. Op een of andere manier. Ingevingen. Opmerkingen. Dingen die je dan ineens leest of die opvallen. Zo gaat dat dan. Hè? Het ligt er maar natuurlijk net aan waar je op let en wat je oppikt. Maar kijk om je heen en je vindt alle antwoorden. Hè? Zo dat. Wat was er nog meer gebeurd? Nou, ineens. Oh ja, over de sporters hoorde ik iets. Halfbakken. Eigenlijk mijn aandacht gaat niet zo naar heel veel andere onderwerpen. Ik kijk B&B vol liefde. Dat vind ik heerlijk. Net zoals het voetballen even heerlijk was. Een tijdje. Om even tot een soort afleiding, ontspanning. En dan aan het eind van de dag. Maar B&B dus ook. Vind ik ook leuk. Maar toen zag ik nog even een stukje. Ging over sport. Sporters. Die winnen. Die schijnen ook. Nou, niet altijd natuurlijk. Maar die schijnen tegen zichzelf te zeggen. Je kan het. Die geven zichzelf een soort pep talk. Vooraf. En dan stellen ze het zich voor. Dat is dus heel, heel interessant, dat dus eigenlijk dat visualiseren en intenties op die manier vorm krijgen bij die sporters. Dat ze dat ook echt gebruiken om zichzelf te richten en te focussen. Dus dat heb ik ook gedaan vandaag. Nog voordat ik dit zag, dacht ik, hé, dat heb ik ook gedaan. Eerst dacht ik, laat ik het gewoon leuk vinden. Nou, dat is een hele kunst. Want ja, op een gegeven moment heb ik niet zo'n overzicht. Hè? Tenminste, ik. Hè? Ik ben nogal een chaot wat dat betreft. Dat gaat bij mij ook niet logisch. Ja, wat is logisch? Maar ik weet het ook niet waarom dat is. Maar zo gaat dat dan. Dus dan is het overal een chaos. En dan denk ik, waar moet ik beginnen? En waar was ik gebleven? Wow. Maar goed, ik heb nu een camper geregeld. En dat scheelt. Een gehuurde camper. Een last minute huurcamper voor volgende week. Dan hoef ik me daar tenminste geen zorgen over te maken. Dan heb ik dat geregeld. En nu zorgen dat alles is ingepakt en meegenomen kan worden. Sommige dingen gaan mee in de camper. Moenie gaat mee in de camper. Ja.
hé, wat raar, hij hield ze mee op. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Heeft hij hem nou wel of niet te pakken? Misschien heb ik een verkeerd beet of zo. Nou, hij ging dus uit. Nou, oké. Okay. Nou. Wat nog meer? Oh ja. Dus ik was ook tegen mezelf aan het zeggen van... natuurlijk gaat het lukken. Alles komt altijd goed. En, want het helpt namelijk wel. Een positieve mindset. Alleen de kunst is... om jezelf daarin natuurlijk goed te begeleiden. En vaak moet je eerst even op een dieptepuntje zitten. Om die omslag weer te maken. Want je hebt altijd een omslag nodig. Oh. Kijk, het leven is ook vol uitdagingen. Ja. En iedereen maakt zich druk op zijn eigen niveau. Met zijn eigen dingen. En wat er aan de orde is op dat moment voor jou. Is voor jou op dat moment interessant. Time to sleep. Het was interessant. Deze dingen waren interessant. Daarom dacht ik, zal ze nog even melden. Dan hebben jullie er ook wat aan. Dat geldt natuurlijk voor alle uitdagingen. En we hebben allemaal wel onze uitdagingen, dacht ik zo. En ja, soms... soms komen er ook verrassingen uit. Dat is ook een kunst trouwens, om daarvoor open te staan. Hè? Soms komen er verrassingen uit onverwachte hoek. Dat is heel fijn. Want ik heb gisteren, nee, vorige week of zo riep ik... oh, help, help, help. Ik red dit allemaal niet in mijn eentje. En ik krijg ook hulp op maat, kan je wel zeggen. Ja, ik was... nou ja. Dus dat voert allemaal te ver. Dus ik ben moe. Ik ga niet het hele verhaal houden. Ik ga lekker slapen. Wil rusten. En ja. Laten we een beetje afkoeling bestellen. Ja. Oh, ik voel het echt. Een windje. Nu. Heerlijk. Heerlijk. Maar ik wil graag een beetje afkoeling. Vooral volgende week. En ik wil ook een intentie voor Moni. Dat het... en misschien heeft jullie intentie ook wel geholpen. Dat ik toch ineens een positieve mindset heb. Verkeerde gang. Eigenlijk elke intentie helpt altijd. Werkt altijd. Alleen soms let je er niet op. Ja. Nou, ik wil graag dat alles makkelijk en soepel en vanzelf gaat. Dat. Het is trouwens wel leuk. Ik ben erachter gekomen dat je camper... nee, niet je camper, maar je parkeervergunning ook kan wijzigen als je een auto huurt, bijvoorbeeld. Zoals ik nu met die camper kan ik mijn parkeervergunning even overzetten, zodat ik dus die camper... Het is een bus hoor, het is geen camper, het is niet heel groot. Het is gewoon een klein busje eigenlijk. Maar zodat ik die voor de deur kan zetten, dat is wel fijn natuurlijk. Ja. Ja. Oké, nou... een positieve mindset. Weet je waarom het goed is? Op het moment dat je je goed voelt en je bent een beetje afgestemd. En ik heb op een gegeven moment ook Abraham Hicks filmpjes op. Ja, dat is eigenlijk alleen maar luisteren. Heb ik opgezet terwijl ik bezig was. Want dan krijg je ook een soort pep talk. Hè? En toen dacht ik, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, tuurlijk. Zo ging het ook alweer. Ja. Maar op het moment dat je goed afgestemd bent... en je bent in de flow, dan gaan de dingen makkelijk en vanzelf. En dat zijn natuurlijk ook de uitdagingen om op zulke momenten wel goed afgestemd te blijven. En een soort rust te blijven voelen. Nou ja, dat is de uitdaging. Slaap lekker. Bye bye. Good night. Oh ja, zal ik nog wat fluisteren van de ASMR? Slaat nergens op, toch? Ja. En ze krijgen wel echt miljoenen, miljoenen, miljoenen kijkers. Ja, ik zal eens kijken wat dat filmpje van mij heeft opgeleverd met die ASMR. Ja, nou.
als kraker. Goedemorgen. Oh, het is gelukkig een beetje afgekoeld. Hoop ik. Het is vandaag woensdag 31 juli. Ik heb weer een hele waslijst om voor mijn bed uit te komen. Oh, luiken zijn is er niet bij. Vakantie ook niet. Maar goed, straks heb ik vakantie in mijn nieuwe woning, hopefully. Het is een gek idee. Heel gek idee. Dan word je wakker en het is zo natuurlijk zo mijn vertrouwde slaapkamer. En dat ik daar dan de volgende week niet meer ben. Ja, dat vind ik zo'n raar idee. Heel raar. En dat er gewoon ook andere mensen dan in je huis wonen. Nou ja. Oh. Je zullen eerst wel de muren gaan verven en zo. Toch wel jammer. Ik vind het zelf eerlijk gezegd wel een kunstwerkje. Wat hier aan de muur. Ja, toch? Dat is wel mooi. Ja. Nou ja, niet iedereen vindt dat mooi. Maar ik vind het wel mooi. Maar ja, dat heb je dan. Dat het gelukkig alleen nog video staat het nog. Ja. Ja. Zo'n raar idee. Ja, heel gek. Maar waarschijnlijk is het zo, dat is heel vaak, hè? Als je dan eenmaal ergens anders bent, dan ben je daar weer zo gewend, zeggen ze. Ik weet niet of dat zo is. We zullen het wel zien. Het gekke is ook wel een beetje dat ik dus nog veel materiaal heb liggen wat ik nooit allemaal meer gemonteerd krijg voordat ik hier vertrek. Dus dat ik straks in mijn nieuwe, op mijn nieuwe plek dingen zit te monteren die hier nog gefilmd zijn. Dat is wel heel gek. Ja. Heel vreemd. Maar goed. Niet te veel over nadenken. Gewoon doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Tijd voor koffie. Dozen, dozen, dozen. Je hebt nog nooit zoveel dozen meegemaakt, poetje. Lekker afgekoeld. Helemaal. Milieu
vriendelijke verf ook gedaan. Toen, ja, maar goed. Ik heb nu weer nieuwe kunstwerkjes gemaakt straks. Hè? Ja. Moet er allemaal nog af, jongens. Ja. Een paar nachtjes slapen nog. Hè? Poppeltje. Laten we eens even lekker een bakje koffie drinken. Ja, en jij? Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Koffie. Het is heel rustig, want veel mensen zijn op vakantie, hè? Het is wel heel lekker. Je kan overal parkeren en zo, rustig op de weg. Rustig in de buurt. Geen herrie. Geen herrie. Ja, hoe die plant allemaal mee moet in die potten. Maar daar hebben we een verhuizer voor, hè? Dat scheelt. Wel leuk dat ik die potten mee kan nemen. Ik had eigenlijk gedacht dat heel veel dingen zouden blijven staan, omdat dat vind ik dan heel normaal, maar dit is kennelijk niet zo. Nou ja, het is allemaal goed, want ik heb genoeg ruimte, dat scheelt. En de rest ga ik dan wel weer uitzoeken als ik daar ben. Want je moet het nu, op dit moment, moet ik het mezelf makkelijk maken. Heb ik met mezelf afgesproken. Oeps. Zo makkelijk mogelijk. Ik heb het filmpje is bijna klaar. Dit stukje plak ik er nog even achteraan, want ik ging even vertellen dat ik koffie ging drinken. En dan is het verhaaltje rond, want ik zit hier lekker aan de koffie. Oh, wat is er lekker wind. Cool. Heerlijk. Morgen kan Mieke helpen. Ik noem haar altijd Luus. Mieke. Je kent haar wel van de tiny house dorpjes en zo. Ze komt helpen, maar we gaan het ook hebben over haar nieuwe boek. Want ze gaat een boek schrijven. Ook leuk. Ja. Nou jongens, ik ga even genieten van mijn momentje, mijn meditatieve momentje. En dan gaan we weer aan de slag. Ja. Wish me luck. Ik wish jou ook luck. En het is nu, wat is het eigenlijk? Woensdag. Donderdag hebben we nog. Vrijdag. Zaterdag, zondag. Natuurlijk lukt dat allemaal. Ik kan dat. Ik weet hoe het moet. Nee, ik weet helemaal niet hoe het moet, maar het lukt wel. Dat weet ik wel. Want alles komt altijd goed. Het lukt, het lukt, het lukt. Tuurlijk. Met gemak. En plezier en ease. Oh ja, en Piek gaat vanmiddag eventjes met Moni praten. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dat is wel fijn hoor. Heel fijn. Want dat is natuurlijk mijn grootste zorg, hoe dat met Moni moet allemaal. Oké.